Volgens gebruik aan de Radboud Universiteit beginnen we met een kort gebed. Spiritus Sancti Gratia Illuminat, Sensus et Corda Nostra. Gaat u zitten. Dames en heren, van harte welkom op deze mooie middag waarin we op zoek gaan naar de essentie. En we worden daarin begeleid, voorgegaan door professor Netea Meijer. Mijn naam is Han van Krieken, ik ben rector van de Radboud Universiteit en heb een achtergrond in de geneeskunde, dus ik verheug me bijzonder op het verhaal wat we gaan horen. Professor Netea Meijer heeft in Cluj gestudeerd geneeskunde, dat in 1994 afgerond. En vervolgens heeft ze aan het Radboud UMC haar artsdiploma gehaald in 1998. Ze specialiseerde zich als internist in het CWZ en ook in het Radboud UMC. En vervolgens specialiseerde zich tot endocrinoloog in 2005. In de tussentijd promoveerde zij op blood pressure measurement en vooral de praktische aspecten daarvan. In 2005 is ze ook een jaar naar de Verenigde Staten geweest, in Colorado, op een Neil Stensen fellowship, wat mij bijzonder aanspreekt, omdat ik zelf ook een jaar in de Verenigde Staten ben geweest op een dergelijk fellowship. Een mooie kans, en ik mag nu voorzitter van de jury van die fellowship zijn, dus als u nog kandidaten weet, dan van harte aanbevolen. Het is een prachtig fellowship. Sindsdien heeft zij zich bezig gehouden met endocrine tumoren, in het bijzonder die van de schildklier. Zij heeft vele nationale, regionale, lokale, internationale posities daarin, veel wetenschappelijke artikelen daarover geschreven die ook uitgebreid geciteerd zijn. Maar dat ga ik vandaag allemaal niet voor u vertellen, want we zijn hier vooral gekomen om te luisteren naar de oratie. Professor Netea Meijer, het woord is aan u. Meneer de rector magnificus, leden van het college en de raad van bestuur van de Radboud Universiteit en het Radboud UMC. Zeer gewaardeerde toehoorders, hier in de zaal en via de livestream. Ik ben zelf een kunstliefhebber. Graag zou ik daarom een korte kunstgeschiedenisvignette met u willen delen. In 1904 vertrok een 28-jarige beginnende kunstenaar te voet, wegens geldgebrek, vanuit zijn geboortedorp Hobița in Roemenië naar Parijs. Hij was gedreven door zijn verlangen om zich te ontwikkelen als kunstenaar. Een van zijn dromen was om kennis te maken met de destijds al zeer beroemde beeldhouwer Auguste Rodin. Na kort gewerkt te hebben onder leiding van Rodin, besefte de jonge kunstenaar dat hij zich onder de schaduw van Rodin niet zou kunnen ontplooien en verliet hij zijn atelier. Vol vertrouwen, maar niet zonder tegenslagen, is hij zelfstandig doorgegaan met zijn werk. Hij staat nu bekend als een van de meest invloedrijke en inspirerende beeldhouwers en kunstenaars van de 20e eeuw, Constantin Brancusi. Als eerbetoon voor zijn werk is zijn Parijse atelier na zijn overlijden verplaatst en is deze te bezoeken bij het Centre Pompidou in Parijs. Een aantal beroemde beelden van Brancusi, waaronder Het begin van de wereld, ofwel Het ei, kunnen worden bewonderd als onderdeel van de vaste collectie van het Kruller-Müller Museum in het Nationaal Park de Hoge Veluwe. In dit museum heb ik meer dan 30 jaar geleden onder andere kennis kunnen maken met de Nederlandse kunst. En heden ten dagen blijft het museum een van mijn favoriete ontspanningsplekken. Brancusi is in meerdere opzichten een grote inspiratie voor mij. Waar ik echter vooral bij wil staan is zijn levenslange zoektocht naar de ware betekenis, ofwel de essentie van dingen. Dit kan het beste geïllustreerd worden door zijn standbeeldseries vogels naast elkaar te zetten. In 1912 maakte Brancusi zijn eerste vogelstandbeeld, getiteld Maiastra. Maiastra is de naam van een magische vogel die over toverkrachten beschikt, afstammende uit oeroude Roemeense volksverhalen. Brancusi probeerde dit beeld echter te veranderen, door deze beter aan te laten sluiten bij diens ware betekenis. Dat kun je zien in het beeld van de gouden vogel dat Brancusi in 1919 maakte. Zijn techniek van vormvereenvoudiging culmineerde met Vogel in de Ruimte, die omstreeks 1926-1927 werd gemaakt. Dit laatste werd in eerste instantie geridiculiseerd door de media en is het onderwerp geweest van een beroemde rechtszaak met de Amerikaanse douane, die $210 invoerrechten eiste voor dat stuk metaal
dat helemaal niet op een vogel leek toen het beeldhouwwerk naar de Verenigde Staten werd overgebracht. Hierop bemerkte Brincouche: niet de vogel, maar het opvliegen wil ik uitbeelden. Het proces werd uiteindelijk door Brincouche gewonnen en heeft bijgedragen aan de internationale erkenning van de moderne beeldhouwkunst. Brincouche bemerkte ook: in de kunst is eenvoud geen doel, maar men komt door het benaderen van de ware betekenis van dingen, ondanks zichzelf, tot de eenvoud. Deze stelling wordt gemaakt vanuit zijn perspectief als kunstenaar. Echter kan deze stelling veel breder toegepast worden en geldt dit ook voor de moderne benadering in de geneeskunde. Het zal u waarschijnlijk ook opgevallen zijn dat Brincouche onze neiging tot weerstand tegen eenvoud wel benadrukt in zijn stelling. Ondanks zichzelf, zegt hij. Het bewijs is recentelijk in de wetenschappelijke literatuur gebracht. In april 2021 verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature een artikel waarin de auteurs in een reeks van experimenten proefpersonen vroegen om een dakconstructie van Lego-blokjes te stabiliseren door Lego-blokstenen als pilaren toe te voegen of te verwijderen. Het viel op dat maar liefst 98% van de proefpersonen koos voor de meest complexe oplossing en deed dit door één of meer blokstenen als pilaren toe te voegen in plaats van één bloksteen te verwijderen. Blijkbaar denken mensen na over wat zij kunnen toevoegen voordat zij denken over wat ze kunnen weghalen. Dit terwijl aftrekken de betere oplossing is. Dit zien wij overal om ons heen. Het herkennen en aanpakken van dit soort patronen kan helpen bij het vinden van snellere, doelmatigere en duurzamere oplossingen door enerzijds overtollige elementen te elimineren en anderzijds ruimte te creëren voor innovatieve toepassingen. In de komende minuten zal ik proberen toe te lichten hoe de zoektocht naar de essentie, naar waar het uiteindelijk om gaat, ons kan helpen bij het verbeteren van de zorg voor patiënten met endocrine tumoren. Vanaf het begin van mijn carrière, gedurende mijn opleiding tot internist en later tot endocrinoloog, raakte ik gefascineerd door de pathofysiologie van de endocrine tumoren. Endocrine tumoren omvatten goedaardige en kwaadaardige tumoren van de hormoonklieren. Endocrine tumoren zijn zeldzaam. Schildkankers, ofwel schildkarcinomen, zijn de meest voorkomende kwaadaardige endocrine tumoren. Om die reden leg ik vandaag de nadruk op schildkarcinomen. De schildklier is een vlindervormige hormoonklier die zich in de voorkant van de hals bevindt tegen de luchtpijp aan. De schildklier maakt hormonen aan. In de schildklier kunnen tumoren ontstaan die ook tot schildkliervergroting kunnen leiden. Dan wordt de schildklier vaak ook zichtbaar en op den duur kan dit leiden tot verdringing en vernauwing van de luchtpijp en van de slokdarm. Patiënten kunnen dan klachten krijgen van benauwdheid en moeite met slikken. Schildklierknobbels komen vaak voor. Bij de echografie van de hals heeft tot 60% van de bevolking een zichtbare schildklierknobbel met een overmaat aan vrouwen. De meeste schildklierknobbels zijn goedaardig en slechts 5% zijn kwaadaardig. In de laatste jaren wordt wereldwijd een toename gezien van het aantal nieuwe patiënten bij wie jaarlijks een vorm van schildklierkanker wordt ontdekt. Dit heeft enerzijds te maken met verbeterde diagnostische mogelijkheden en anderzijds met bredere toepassing van beeldvormende onderzoeken zoals de echografie, CT en MRI-scans. Vooral de brede toepassing van onnodige echografie van de hals vanaf eind jaren 90 in een aantal landen zoals Zuid-Korea leidde in die betreffende landen tot echte epidemieën aan schildklierkanker. De meeste nieuw ontdekte tumoren waren echter kleine toevalsbevindingen die geen enkele betekenis hadden voor de gezondheid en die anders waarschijnlijk nooit tot uiting waren gekomen. Onnodige en overtollige diagnostiek leidt tot onnodige lasten. Ook in Nederland is het aantal nieuwe patiënten met schildklierkanker verdriedubbeld sinds 1989 volgens de Nederlandse kankerregistratie. Dit aantal is echter veel lager dan bijvoorbeeld in Zuid-Korea. Dit komt omdat wij in Nederland veel onnodige diagnostiek proberen te voorkomen. Zo is de Nederlandse schildkliercarcinoom-richtlijn een van de eerste richtlijnen die aanvullende diagnostiek middels een punctie afraadt bij per toeval gevonden noden die geen klachten veroorzaken en vooral als deze kleiner zijn dan 1 centimeter. Het advies om af te zien van aanvullende puncties bij noden die kleiner dan 1 centimeter is inmiddels overgenomen in veel recentere internationale richtlijnen.
Met een incidentie in Nederland van slechts 2 per 100.000 mensen per jaar bij mannen en respectievelijk 4,5 bij vrouwen, blijft schildklierkanker een zeldzame vorm van kanker. In 85% van de gevallen betreft het een papillair of folliculair schildklierkarcinoom. Slechts 6% zijn slecht gedifferentieerde of ongedifferentieerde anaplastische schildklierkarcinomen. Bij elkaar vormen deze de zogenaamde niet-medulaire schildklierkarcinomen en vormen zij het onderwerp van mijn lezing vandaag. Ongeveer 10% van de schildklierkarcinomen zijn de zogenaamde medulaire schildklierkarcinomen en kennen andere klinische kenmerken en behandeling. Omwille van de tijd zal ik deze laatste vandaag buiten beschouwing laten. De behandeling van schildklierkarcinoom bestaat voor het merendeel van de patiënten uit chirurgische verwijdering van de schildklier met aansluitende vernietiging van eventuele schildklierkankerresten door middel van radioactief jodium. Het merendeel van de patiënten met schildklierkarcinoom heeft een goede prognose en slechts 5% met een gemiddelde 5-jaars overleving van 85% en een 10-jaars overleving van 75% gemiddeld genomen over alle soorten schildklierkanker. De prevalentie van schildklierkarcinomen, ofwel het aantal mensen die ooit een behandeling voor schildklierkanker hebben gehad, is daardoor hoog. Desalniettemin vormen schildklierkarcinomen een bijzondere uitdaging om meerdere redenen. Ten eerste, 60-70% van de patiënten die uitzaaiingen krijgen, reageert niet meer op de genoemde gebruikelijke therapie. Slechts de helft van deze patiënten leeft nog na 5 jaar. De gemiddelde overlevingstijd van patiënten met een anaplastisch schildklierkarcinoom, de meest agressieve vorm van schildklierkanker, is korter dan 6 maanden. Ondanks vele ontwikkelingen in de afgelopen jaren blijft de prognose van de patiënten met gevorderde kwaadaardige endocrine tumoren, in het bijzonder met schildklierkarcinoom, somber. Een tweede uitdaging is dat ook genezen patiënten nog jarenlang na de behandeling een slechtere kwaliteit van leven ondervinden dan hun leeftijdsgenoten. Er is dus een dringende noodzaak om hierin verbetering te brengen. In het Radboud UMC is in de afgelopen jaren een solide, veelomvattend, multidisciplinair programma voor patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs ontwikkeld op het gebied van endocrine tumoren. Onze centrale vraag is hoe we deze uitkomsten kunnen verbeteren. Om deze vraag te beantwoorden, zoeken we continu naar de essentie van het probleem. Keer op keer polijsten Brunkhorst handmatig zijn beelden in verschillende materialen, zodat zij van vorm sublimeerden op zoek naar de essentie van elk onderwerp. Op dezelfde manier proberen wij de zorg voor iedere schildklierkankerpatiënt zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij zijn of haar specifieke behoeftes. We beogen hierbij zowel het verbeteren van de uitkomsten van de ziekte en het behouden van de goede kwaliteit van leven. Dat doen wij enerzijds door bestaande therapieën optimaal toe te passen en anderzijds door nieuwe, innovatieve behandelingen en aanpakstrategieën te ontwikkelen. Patiënten met zeldzame kankers, zoals de patiënten met gevorderde of agressieve vormen van schildklierkanker, lopen het risico dat zij door onvoldoende kennis bij de artsen geen optimale behandeling krijgen. Daarom is behandeling in een expertisecentrum, zoals bijvoorbeeld hier in het Radboud UMC, van groot belang. Door in zo'n centrum zeldzame patiënten te behandelen, wordt kennis gebundeld en kan vaak in samenwerking met andere nationale en internationale centra onderzoek worden verricht om de zorg voor deze patiënten te vernieuwen en te verbeteren. Dit is onder andere benadrukt in het visiedocument Expertzorg voor schildklierkanker uitgebracht door de patiëntenorganisatie Schildklierorganisatie Nederland, SON. Het Radboud UMC Centrum voor Schildklierkarcinoom is een van de grootste behandelcentra voor patiënten met schildklierkarcinoom in Nederland. Meer dan 200 patiënten met schildklierkarcinoom worden jaarlijks besproken en behandeld in onze multidisciplinaire tumorwerkgroep endocrine tumoren. Vaak betreft het patiënten met zeldzame, ernstige vormen van schildklierkanker met een zeer slechte prognose, voor wie momenteel slechts beperkte therapeutische mogelijkheden bestaan. Voor deze patiënten is speciale klinische expertise noodzakelijk. Ons centrum is erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als landelijk expertisecentrum zeldzame ziekten. Ook maakt het deel uit 2 Europese netwerken, de European Reference Network, Rare Endocrine Disorders en Rare Cancers. Als team zetten wij ons gezamenlijk in voor het voortzetten van de ontwikkeling van ons centrum als zorgcentrum, waar patiënten met schildkliertumoren persoonsgerichte, efficiënte, patiëntvriendelijke en hoogwaardige diagnostiek,
behandeling en begeleiding krijgen. Een illustratief voorbeeld is het opzetten van onze schildhiernodus-polykliniek. Om de diagnostiek van de patiënten met schildhierknobbels, ofwel schildhiernoduli, te verbeteren, hebben we in 2004 het schildhierpunctiespreekuur opgericht. Helaas kon bij ongeveer de helft van de patiënten de knobbel niet goed gevoeld worden en moest de punctie in deze gevallen plaatsvinden onder echogeleiding. Deze moest dus opnieuw ingepland worden op de afdeling radiologie. Dit zorgde vaak voor vertraging in de diagnostiek. In 2011 verscheen een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift New England Journal of Medicine, waarin het belang van de zogenaamde point-of-care echografie werd benadrukt, wat inhoudt dat de echografie direct door klinici uitgevoerd wordt in de kliniek of op de polykliniek. Het ging erom dat de echografie als hulpinstrument kon gebruikt worden, vergelijkbaar met een stethoscoop, om direct te helpen bij diagnostische en therapeutische besluitvorming. Vooruitlopend op deze publicatie was ik in oktober 2010 de gast van professor Dr. Hegedus, een gerenommeerd expert op het gebied van schildklierziektes aan het Universitair Medisch Centrum Odense in Denemarken. Daar werd ik getraind in het uitvoeren van de schildhierechografie. Diezelfde maand startte ik samen met mijn collega endocrinoloog Dr. Nieke Sikkebroek en later Dr. Annelienke van de Ven en mijn collega patholoog Dr. Ilse van Engen van Grunsven in het Radboud UMC de schildhiernoduspolykliniek. Op deze polykliniek werden echografie en echogeleide puncties van de schildhiernoduli door de endocrinoloog toegepast, met daarbij directe beoordeling van de uitslag van de puncties door de patholoog. Om de duur van de diagnostiek te verkorten, hebben wij in 2014 een sneldiagnostiektraject ingezet, die gelijk een kwaliteitsslag gaf. Meer dan 95% van de patiënten krijgen een diagnose binnen een week en meer dan 85% zelfs binnen een dag. Patiënten worden gezien door een arts in opleiding samen met een specialist die na het bespreken van de klachten en het uitvoeren van lichamelijk onderzoek op dezelfde locatie een echografie van de schildhier uitvoert en direct de bevindingen met de patiënt bespreekt. Samen worden de noodzaak, de voor- en nadelen van een punctie, de gevolgen daarvan en de alternatieve aanpak besproken. De patiënten worden actief aangemoedigd om deel te nemen in de besluitvorming. Wij besteden in deze context veel aandacht aan het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden voor artsen in opleiding ten aanzien van gedeelde besluitvorming. Ook zijn wij zeer trots met de toekenning in 2021 van de Peter Koopmanschaal van de afdeling interne geneeskunde als onderscheiding voor dit topproject. Dit project zetten wij voort samen met de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde. Ons centrum heeft ook een centrale rol bij de verdere vormgeving van duurzame, doelmatige regionale transmurale zorg, een van de strategische pijlers van het Radboud UMC. Samen met onze partners binnen de regio hebben wij recent de Schildhiernetwerk Oost-Nederland opgericht. Binnen onze regio streven we naar een nauwe samenwerking voor het uitvoeren van excellente, multidisciplinaire en uniforme schildhierzorg, wat goed aansluit op het visiedocument van de patiëntenorganisatie SON. De kracht van ons centrum is de naadloze verbinding van excellente patiëntenzorg ingebed binnen het Radboud Centrum voor Oncologie met vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek binnen de onderzoekscentra en het onderzoeksthema Rare Cancers. Als internist-endocrinoloog kom ik bijna dagelijks in aanraking met patiënten met endocrine tumoren. In mijn werk als klinicus en wetenschapper heb ik veel geleerd van de levenservaring van mijn patiënten. En hierdoor heb ik mij laten inspireren. Goede kanker bestaat niet, luidt de titel van het boek van Anke van Haften, een van mijn patiënten met schildhierkanker. Deze uitspraak wordt mij dagelijks bevestigd in de praktijk. Het is mijn diepe overtuiging dat topkwaliteit van de zorg in combinatie met vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek zich uiteindelijk weerspiegelt in de kwaliteit van leven van onze patiënten. In maart 2020 hield een van onze patiënten, Frans Geene, mede namens de patiëntenorganisatie SON, voor een groot groep artsen en onderzoekers een prachtige presentatie tijdens onze lentevergadering van de Europese werkgroep endocrine tumoren van de EORTC. Hij lichtte zijn reis van meer dan 12 jaar door ziekte en behandelingen toe met alle ups en downs van dien. Hij had namelijk meerdere operaties, behandelingen met radioactief jodium, radiotherapie, systemische therapie en immuuntherapie ondergaan. Hij heeft alle facetten van dit traject helaas aan den lijve moeten ervaren. Desondanks vindt hij, net zoals vele lotgenoten, nog steeds de energie om zich in te zetten bij talloze activiteiten als vrijwilliger bij de patiëntenorganisatie.
Halverwege zijn presentatie viel zijn stem weg. Als gevolg van de behandeling heeft hij namelijk al jarenlang een zeer zwakke stem overgehouden. Zijn emotie was invoelbaar. Wat zijn presentatie echter vooral uitstraalde, was zijn prachtige visie vanuit zijn perspectief als ervaringsdeskundige omtrent hetgeen nodig is om de zorg en het leven van patiënten met schildklierkarcinoom te verbeteren. De wat-als-vragen van Frans hebben een belangrijk plek gekregen op mijn onderzoeksagenda. De uitdagingen zijn groot. Voor de meeste patiënten met uitgezaaide ziekte en vooral met anaplastische schildklierkanker bestaat op dit moment geen curatieve behandeling. In mijn onderzoeksgroep zoeken wij naar nieuwe en aanvullende behandelingen voor de patiënten met schildklierkarcinoom. Door het bestuderen van de mechanismen die ten grondslag liggen aan het ontstaan en de progressie van de ziekte, probeerden wij nieuwe aangrijpingspunten te vinden voor therapie. De essentie is dat deze therapie zo gericht mogelijk geleverd moet worden en om ervoor te zorgen dat de patiënt zo min mogelijk bijwerkingen ondervindt en een zo goed mogelijk kwaliteit van leven kan behouden. Om dit toe te lichten, keer ik terug naar het verhaal van Frans. In 2012, nadat hij diverse behandelingen had ondergaan, bleek hij een nieuwe metastase te hebben in zijn long. Behandeling met radioactief jodium is in dit geval de enige curatieve behandeling. Maar bij ongeveer 50% van de patiënten is de opname van radioactief jodium door tumorcellen verminderd of afwezig, waardoor er geen curatieve behandeling is. Dit was ook het geval bij Frans. Behandelingen met nieuwe therapieën als kinaseremmers werken niet curatief en hebben veel bijwerkingen. Frans vroeg zich af, wat als er een middel was geweest waarmee de gevoeligheid van radioactief jodium verbeterd of hersteld zou kunnen worden? Samen met dokter Plantinga en onze gezamenlijke PhD-studenten Thomas Crezet en Marika Tesselaar hebben we meerdere studies uitgevoerd waaruit bleek dat cardiale glycosiden, zoals digoxine, de opname van jodium verhogen in de schildklier. Digoxine is een goedkoop medicijn dat al vele jaren veelal en veilig gebruikt wordt voor de behandeling van patiënten met chronisch hartfalen en hartritmestoornissen, zoals atriumfibrilleren. We hebben aangetoond in celkweken en in proefdieren dat behandeling met digoxine de opname van radioactief jodium bevordert en groei van kwaadaardige schildtumoren remt. Deze bevindingen vereisen bevestiging in een prospectieve studie bij de mens. Deze studie start binnenkort in ons centrum. Wij zetten onze studies naar gebruik van andere bestaande middelen die voor andere doeleinden zijn ontwikkeld als mogelijke therapie voor schildklierkanker, de zogenaamde herpositionering van deze middelen, ook voort binnen de grote Europese consortium REPO4EU. Andere belangrijke, veelbelovende aangrijpingspunten voor kankertherapie zijn ontstekingscellen. In de strijd tegen kanker worden bepaalde ontstekingscellen, de tumor-geassocieerde macrofagen of TAMS, al in een vroege fase in grote aantallen aangetrokken naar de plek waar de kanker zich ontwikkelt. In de dichte nabijheid van de kankercellen verliezen de ontstekingscellen echter hun functie als verdedigers tegen kanker en vergemakkelijken zij juist kankergroei en de uitzaaiing van tumorcellen. Hoe dit proces tot stand komt is niet bekend. Uit onderzoek van ons groep blijkt dat er een continue wisselwerking is tussen de ontstekingscellen en de kankercellen. In dit proces verandert ook de stofwisseling van deze cellen en hun betreffende werking. Onze groep in samenwerking met professor Dr. Gosse Adema van het oncologie-laboratorium van de afdeling radiotherapie heeft als eerste aangetoond welke veranderingen ten grondslag liggen aan dit proces bij schildklierkanker. Recent heeft een van onze onderzoekers, Katrin Rabold, in samenwerking met de groep van professor Yang Li en Dr. Cheng Zhangzhu van de Hannover Universiteit, de eigenschappen van de ontstekingscellen van patiënten met schildklierkanker in detail beschreven. Momenteel onderzoeken we hoe we therapieën kunnen toepassen om deze afwijkingen om te keren en de werking van ontstekingscellen als kankersverdedigers te herstellen. Voor deze studies werken we samen met professor Dr. Willem Mulder en met TU Eindhoven. Hier zijn namelijk de know-how en de technische faciliteiten beschikbaar voor het ontwikkelen van innovatieve manieren om therapie gericht te leveren op de juiste plek waar het nodig is. Daarnaast is ons centrum in ons centrum expertise beschikbaar binnen de onderzoeksgroep van professor Dr. Kit Roes van de afdeling biostatistiek op het gebied van innovatief trial design dat bij uitstek geschikt is voor zeldzame aandoeningen. Al deze factoren zorgen
voor een optimale omgeving om deze en andere nieuwe toepassingen sneller bij de kliniek te brengen. De meeste patiënten met schildklierkarcinoom behoren tot een laag risicogroep. Dat wil zeggen dat zij een grote kans hebben om te genezen van de ziekte en een zeer kleine kans maken om een recidief van de ziekte te krijgen. Toch blijkt uit veel studies, waaronder ook de onze, dat patiënten zelfs na genezing van schildklierkanker langdurig een verminderde kwaliteit van leven en veel lasten ervaren. Dit is voor een deel gerelateerd aan de behandelingen van met schildklieroperatie en radioactief jodium en de daarop volgende hormonale ontregeling. Uit verschillende onderzoeken, waaronder die van onze onderzoekers Andrea Bozoga en Rosalie Coat, blijkt echter dat de kans op overleving en op recidief gelijk waren bij laagrisicopatiënten die een uitgebreidere behandeling middels volledige verwijdering van de schildklier hebben ondergaan, als degene die een meer beperkte behandeling hebben ondergaan en bij wie alleen maar de helft van de schildklier werd verwijderd, die ook minder kans op complicatie heeft. Veel richtlijnen noemen daarom de minder uitgebreide aanpak nu ook als een optie. Maar praten met patiënten over opties en keuzes is niet eenvoudig, zeker als wij hierbij de wensen en de voorkeuren van de patiënten om wie het gaat willen betrekken. Ook al staat het grote merendeel van de artsen achter een gedeelde besluitvorming, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat dit lang niet altijd op de juiste manier toegepast wordt in de praktijk. Daar willen we verandering in brengen. Met haar onderzoek naar gedeelde besluitvorming bestudeert Rosalie Coat wat patiënten met schildklierkanker en artsen belangrijk vinden in de verschillende behandelkeuzes. Op grond hiervan heeft zij hulpmiddelinstrumenten ontwikkeld die zij momenteel toepast in een landelijke studie, de COMBO-studie, dat opgezet is in samenwerking met dokter Stalmeijer, professor dokter Hermans en dokter Ottevanger. Daarnaast onderzoeken wij binnen de IORTC-werkgroep endocrine tumoren hoe gedeelde besluitvorming vorm kan krijgen in een breder internationaal context. Hierdoor hopen wij dat patiënten met schildklierkanker een actievere rol krijgen in het maken van de behandelkeuzes op alle momenten in hun traject. Bovendien kan dit bijdragen aan het verminderen van overbodige diagnostiek en behandeling en hierdoor is er minder kans op schade en meer kans op behoud van de kwaliteit van leven. Betekenisvol onderzoek naar zeldzame aandoeningen, waaronder het schildklierkarcinoom, is alleen mogelijk als er nationale en internationale samenwerking is. In Nederland hebben wij in 2018 de Dutch Thyroid Cancer Group opgericht, die een uitstekend platform biedt voor het uitwerken en het coördineren van innovatief wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast beogen we binnen de Stichting Schildklieronderzoek Nederland het stimuleren van klinisch en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Nederland, dat zich op schildklier en haar hormonen richt. Internationaal zorgen de IORTC, groep endocrine tumoren en de IORNs voor het faciliteren van brede internationale projecten, gericht enerzijds op wetenschappelijk onderzoek en anderzijds op het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Het is voor mij ook een groot genoegen om samen te werken met de onderzoeksgroepen van mijn alma mater, faculteit van Geneeskunde en Farmacie in Cluj-Napoca, en van de Carol Davila Universiteit van Geneeskunde en Farmacie in Boekarest, Roemenië. Dit draagt bij aan capaciteitsopbouw, kennisoverdracht en innovatie. Het vormen van de nieuwe generatie onderzoekers geeft kansen voor veelbelovende toekomstige gezamenlijke projecten. De vorming van de nieuwe generatie specialisten en onderzoekers vereist inspirerende rolmodellen. Door een combinatie van factoren die deels samenhangen met de veel eisende uitdagingen, zowel professioneel als persoonlijk, kiezen artsen te vaak nog voor een carrière die onvoldoende recht doet aan hun dromen en ambities. Als hoogleraar wil ik mij actief inzetten als belangbehartiger en rolmodel voor de vele jonge, ambitieuze en getalenteerde artsen en wetenschappers. Het bereiken van voldoening en academische prestaties kent ook veel uitdagingen en vereist maatwerk voor klinici. Het combineren van hoogcomplexe klinische werkzaamheden met hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van onderwijs en opleiding is veel eisend. Maar juist de reden voor de academische carrièrekeuze voor veel klinici. Om een vertaalslag te maken van veelbelovende bazaal onderzoeksresultaten naar de kliniek is translationeel onderzoek absoluut noodzakelijk. Daarvoor zijn getalenteerde klinici die ook de ambitie hebben om zich op wetenschappelijk gebied te ontwikkelen, belangrijk.
Een gestructureerde mentoring met ondersteunend programma voor klinici die zich willen ontwikkelen als clinician scientist en het gereedschap voor het realistisch beoordelen van de kwaliteit van hun gecombineerde klinische en wetenschappelijke werkzaamheden is dringend nodig. Het is wel duidelijk dat in deze carrièreontwikkeling de barrières nog te groot zijn. Extra aandacht en inspanning is derhalve nodig. Het is mijn diepe overtuiging dat een dergelijk programma een sterk impuls kan geven aan het promoveren van getalenteerde klinici en kan bijdragen aan de toename in diversiteit in de topposities binnen en buiten het Radboud UMC. Mijn professionele zoektocht naar de essentie is niet af. Ik heb inmiddels goed geleerd dat dit geen sprint is, maar een marathon. Door naar patiënten te luisteren, probeer ik zo goed mogelijk achter te komen wat voor hen belangrijk is, waar het voor hen om gaat. Daarop aansluitend probeer ik mijn werk als arts en wetenschapper vorm te geven. Deze inspiratie wil ik graag overbrengen op anderen. Om me hieraan te herinneren, kijk ik regelmatig naar dit beeld dat in mijn woonkamer staat in de vorm van een reproductie van een van mijn inziens de mooiste beelden van Brunkhuis, getiteld In Muze. In het licht van mijn lezing van vandaag zal u wellicht afgeleid zijn door haar dikke hals. Maar wat ik in dit beeld zie, zijn vooral de delicate gelaatstrekken, nauwelijks gearticuleerd, prachtig in balans, wat haar ontzettend mooi maakt en Griekse prehistorische beelden uit de Cyclades terugroepen. En ook niet te missen, haar speelse glimlach. Een ware muze, met wellicht een schildje-probleem. Als vierdejaarsstudent geneeskunde ben ik in 1991 voor het eerst naar Nederland gekomen. Mijn droom was om mijn klinische werkzaamheden in de toekomst te combineren met hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek. Iets wat destijds in Roemenië niet mogelijk was. Ik was enthousiast, gedreven en wellicht een beetje idealistisch. Vandaag hou ik hier mijn inaugurele reden. En ik ben bijzonder dankbaar voor het vertrouwen, de steun en de kansen die aan mij door velen werden gegeven. Ik dank het college van bestuur van de Radboud Universiteit en de raad van bestuur van het Radboud UMC voor het vertrouwen dat uit mijn benoeming spreekt. Zeer geleerde collega's van de keten endocrine tumoren, in het bijzonder. Hoogleerder Gotthard, hoogleerder Nagaraja, dokter Jansen, dokter Bonenkamp, hoogleerder De Wild, dokter Ottevanger, dokter Walraven, dokter Van Engen van Groensven, hoogleerder Kaanders, mevrouw Marieke Fleuren, mevrouw Mario van de Ven en alle andere leden van ons team die ik niet genoemd heb. Ik prijs mij buitengewoon bevoorrecht om met jullie te mogen werken. Heel vaak heb ik als hoofdbehandelaar complimenten mogen ontvangen van patiënten voor ons team. Die zijn echter voor jullie allen bedoeld en die zijn daarom ook dik verdiend. Jullie passie en toewijding zijn mijn belangrijkste bron aan energie en inspiratie. Hooggeleerde Smit, beste Jan, jouw steun, begeleiding, mentorschap. Hooggeleerde Smit, beste Jan, jouw steun, begeleiding, mentorschap en de zeer prachtige samenwerking vormen de pilaren waarop we veel hebben opgebouwd in het Radboud UMC. Pratend over zijn relatie met Rodin, Brunkhuis zei ooit: niets groeit goed in de schaduw van een grote boom. Jij daarentegen weet wel de zon te laten doorschijnen, want jij zet als geen ander, in jouw woorden, de mens centraal. Ik dank je zeer en ik hoop nog lang te mogen genieten van jouw inspirerende visie. Hooggeleerde Hermes, beste Ad, dankzij jou mocht ik genieten van de beste opleiding als endocrinoloog en van de ruimte om het te ontwikkelen als onderzoeker. Dankzij jouw visie en enorme inzet staat onze sectie endocrine ziekten als een huis. Hooggeleerde Timmers, beste Hendry, hartelijk dank voor jouw steun en ik kijk met veel plezier uit naar het uitrollen van onze gezamenlijke wetenschappelijke en feestelijke plannen. Hooggeleerde Van der Meer, beste Jos, jouw onvoorwaardelijke steun, vertrouwen, vriendschap en begeleiding zijn bijzonder bijdragend geweest aan mijn professionele vorming. Hooggeleerde Tien, hooggeleerde Lenders, hooggeleerde Smit. Jullie hebben mij als promotoren bij de hand genomen toen ik als studenten mijn wetenschappelijke stage in Nijmegen kwam doen. Ik ben zeer dankbaar voor jullie steun tijdens mijn eerste jaren in Nederland. Ik prijs mij bijzonder gelukkig om samen met mijn collega's van de sectie endocrinologie te werken.
Het is een genoegen om door zulke gedreven, getalenteerde en enthousiaste mensen omringd te zijn. Hoogleerde Joosten, beste Leo, dokter Martin Jeger en het hele team van het Laboratorium Interne Geneeskunde. Dank voor de prettige samenwerking en waardevolle steun voor onze onderzoeksprojecten. Hooggeleerde Middeldorp, beste Saskia, ik heb me enorm verheugd op jouw benoeming als eerste vrouwelijke afdelingshoofd van onze afdeling interne geneeskunde. Jij was, in COVID-termen, de eerste prik. Maar de benoemingen van Chantal en ik kwamen als sterke nodige boosters. De manier waarop jij als nieuwkomer de afdeling wist op te pakken en te leiden in de moeilijke coronatijden verdient veel waardering. Dank hiervoor. Beste patiënten en leden van Schildklierorganisatie Nederland, dank voor jullie enorme inzet voor het verbeteren van de zorg van de kwaliteit van leven van patiënten met schildklierkanker en voor de inspiratie en steun bij het opzetten en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Ik ben zeer vereerd met jullie aanwezigheid vandaag. Beste promovendi en studenten, ik heb veel bewondering voor jullie inzet, passie en kunst om veel ballen in de lucht te houden. Ik geniet mee van jullie fantastische successen. Mijn voornemen was altijd een goed rolmodel voor jullie te zijn. Maar nu heb ik gemerkt dat drie van mijn promovenda me in de week voor hun bevalling nog hun manuscripten toestuurden. Iets wat mij deed denken aan mezelf in mijn laatste dagen van mijn zwangerschap. Om die reden denk ik dat ik zeker niet altijd het perfecte rolmodel ben geweest. Adempauzes tijdens grote levenveranderende stappen zijn immers cruciaal, zodat je de tijd, passie en energie op een nieuwe manier kan indelen. Ik weet dat ons besluit om in Nederland te blijven wonen, was niet gemakkelijk voor mijn familie en mijn schoonfamilie die in Roemenië verbleef. Uiteindelijk heeft de afstand echter onze banden juist versterkt. Ik ben ontzettend blij dat jullie allemaal hier kunnen zijn. Ik ben in het bijzonder mijn ouders dankbaar voor hun steun, liefde en vertrouwen. Ik weet dat mijn vader enorm trots is om hier te zijn. Tot mijn grote verdriet kan ik dit moment echter niet delen met degene die wellicht de belangrijkste rol heeft gehad in wie ik nu ben. Mijn moeder. Ik weet zeker dat zij opnieuw trots in de eerste rij zou hebben gezeten, maar nu naast haar inmiddels volwassen geworden kleinkinderen. Beste Sejara en Codrien, hoe kan ik het anders dan enorm trots op jullie zijn? Met liefde, steun en zorg voor elkaar hebben we met z'n vieren ons leven hier opgebouwd. En ook weet ik dat jullie nu heel trots op mij zijn. Ik wil jullie danken voor alles wat ik van jullie heb geleerd. Pragmatisme, relativeringsvermogen, optimisme en vooral minder stressen. Onze kleine familiekern is inmiddels uitgebreid. Het wordt alleen maar gezelliger in ons inmiddels grotere huis. Beste Mihai, het was liefde op het eerste gezicht toen wij elkaar hebben ontmoet op het oude nieuwfeest in 1987. Met twee koffers vol boeken, zo zwaar dat ik ze niet kon optillen, arriveerden wij in Nijmegen. Wie had gedacht dat we bijna 35 jaar later hier zouden staan? Wij zijn geen avontuurlijke mensen van nature, maar ons leven samen heeft de mooiste belevenissen op ons pad gebracht. Daar geniet ik ieder moment van. In de woorden van de Roemeense dichter Nikita Stănescu: Dacă cineva poate să iubească, e împăcat. Dacă cineva iubit, e infinit. Ofwel in Nederlands: als men kan liefhebben, is men in vrede. Als men geliefd is, is men oneindig. Ik heb gezegd. Dank u wel, professor Netea Meijer, voor uw heldere, overtuigende reden, waarin u schijnbaar moeiteloos heel veel van de grote thema's in de geneeskunde bij elkaar bracht. Het voorkomen van overdiagnostiek, het betrekken van patiënten bij besluitvorming en onderzoek, het begrijpen van tumoren, het vertalen van bazaal onderzoek naar klinisch werk, het samenwerken over disciplines heen, over landen heen. Ik kan zo nog even doorgaan. Dank u wel daarvoor.
Wat mij ook bijzonder aansprak, is het stukje waarin u de overdiagnostiek aangaf. Ik kom nog uit de tijd dat de gezondheid werd gedefinieerd als iemand die onvoldoende was onderzocht. En u laat zien dat te veel onderzoeken eigenlijk helemaal de patiënt, de mens, niet helpt. U laat mensen met een endocrine tumor lang mens zijn in plaats van patiënt. Dat is een hele belangrijke, denk ik. U heeft ook laten zien dat u niet alleen een kijker bent, want u kijkt naar het werk van Brancusi. Ik wist niet dat je dat zo uitsprak, maar dat heb ik van u geleerd. Maar u bent ook een luisteraar, want u luistert naar patiënten en luistert heel goed wat ze wel willen, wat ze niet willen en wat ze nodig hebben. Heel erg belangrijk, denk ik. En daarmee realiseerde me dat de titel van uw leerstoel die we u gegeven hebben misschien eigenlijk niet de juiste is. Want die titel is endocrine tumoren, maar het gaat u niet om de tumor. Het gaat u om de mens met een tumor. Dus misschien moeten we nog eens een keer nadenken of we de titel van uw leerstoel moeten gaan aanpassen als gevolg van uw overtuigende reden. Genoeg gesproken nu. Ik denk dat het moment om met elkaar na te spreken, met elkaar na te denken over wat u gezegd heeft, maar vooral te vieren, is aangebroken. Er is zometeen een receptie. Dan zal dit enorme cortège voordringen in de rij. En ik adviseer u allemaal niet aan te sluiten in die rij, maar juist de zaal in te gaan en een drankje en een hapje te nemen. Het moment dat u professor Netea Meijer kunt feliciteren, komt dan vanzelf. En dan heeft u het meeste plezier aan de receptie. En dan verzoek ik u nu te gaan staan. Gratias tibi agimus, omnipotens deus, pro omnibus beneficiis tuis. Vivis et regnas per omnia secula seculorum.